In deze video wil ik het graag hebben over een apparaat wat ik recent gekocht heb, wat je al in een aantal van mijn video's voorbij hebt zien komen en waar ik best wel veel vragen over heb gekregen, namelijk de warmtebeeldcamera. Misschien voordat ik helemaal duik in van nou joh, weet je, wat kan je nou allemaal met een warmtebeeldcamera en wat doe ik er nou allemaal mee en waarvoor is hij goed en waarvoor zie ik misschien dingen waarvan ik denk dat kan beter. Even, wat is nou een warmtebeeldcamera? Nou, een warmtebeeldcamera is een camera die anders dan een foto- of een videocamera temperatuur kan registreren door middel van infrarood en belangrijker, temperatuurverschillen dus in beeld kan brengen. Ik heb zelf een Hikmicro Links LE15 en alles wat ik in deze video zeg is ook gebaseerd op ervaringen met deze warmtebeeldcamera. Dus dat is even goed om te weten, want er zijn namelijk heel veel verschillende modellen, heel veel verschillende prijskaartjes en er zit natuurlijk ook een verschil in wat ze kunnen en kwaliteit. Ik ga het puur over mijn ervaringen met deze camera hebben. Maar waarom heb ik deze warmtebeeldcamera nou aangeschaft? Nou, je zal het misschien wel herkennen, is dat je af en toe ergens langs een veld loopt waar bijvoorbeeld wat ruiger gras staat of je staat ergens aan de rand van een heideveld en je denkt, ja, er zou hier van alles kunnen lopen en ik kan het niet direct zien omdat de dieren een goede schutkleuren hebben of omdat ze misschien ergens net achter een polletje staan, noem maar op. Dan helpt zo'n warmtebeeldcamera zeker. Hiermee kan je namelijk makkelijker warmte oppikken van dieren en vogels waarmee ze eigenlijk hun aanwezigheid verraden. Je zou het een beetje kunnen zien als vals spelen. Voor mij is het een hulpmiddel om dieren die verscholen zitten toch vast te kunnen leggen. En dat is ook in feite hoe ik hem gebruik als een verlengstuk om te kunnen waarnemen. Waarbij het nog steeds zo is dat ik natuurlijk ook mijn verrekijker en mijn camera gewoon nodig heb om te kunnen valideren wat ik zie op de warmtecamera of dat ook daadwerkelijk iets is. En het mooie van zo'n warmtebeeldcamera is dat hij mij ook wel degelijk helpt met het vinden van dieren die bijvoorbeeld goed verstopt zitten. Ik heb 3 voorbeelden nu even waarbij ik de warmtebeeldcamera goed heb kunnen gebruiken om wat terug te vinden. En die wil ik graag even met jullie delen, natuurlijk met het beeldmateriaal wat ik er uiteindelijk bij heb kunnen schieten. Het eerste voorbeeld waar ik hem voor gebruikt heb is voor het vinden van bokjes. Dat was de eerste keer dat ik hem echt ingezet heb. Bokjes zijn kleine snipjes die als ze gevaar voelen, de neiging hebben om zich heel plat tegen de grond te drukken en ook heel lang te kunnen blijven zitten. Ze zijn niet heel groot, ongeveer zoiets. En tussen de hoge begroeiing is het best een uitdaging om die bokjes te vinden. Nou, voordeel van de warmtebeeldcamera is natuurlijk is als je een aantal meter voor je scant, dat je daarmee al kan zien of daar iets op ligt wat mogelijk een vogel kan zijn. En daarmee kan je dat object dan dus voorzichtiger benaderen. Het heeft uiteindelijk ook gewerkt, want we hebben met de warmtebeeldcamera toen in ieder geval een bokje gevonden en ook nog kunnen filmen. Dus daar heeft hij zeker resultaat gehad. Het tweede voorbeeld wat ik aan wil halen, dat is nog niet online geweest in de video, maar is wel een mooi voorbeeld, is een velduil die ik met de warmtebeeldcamera gevonden had. En die zat helemaal verscholen in hoog gras. En ja, dat was eigenlijk met de verrekijker was het nauwelijks waarneembaar, maar het was dat ik door de warmtebeeldcamera gezien had dat daar een oplichtend puntje zat. Nou, vervolgens heb ik de camera erop gezet en uiteindelijk kon ik dus die velduil identificeren. Ja, dan heb je wel echt een voordeel, omdat hij tussen het gras zat. En daardoor was het voor mij heel lastig om hem met het blote oog te zien. Maar doordat hij warmte uitstraalde en dat het opgepikt werd door de camera, heb ik hem uiteindelijk kunnen vinden. Het derde voorbeeld is de edelherten die ik onlangs gefilmd had. Nou, moet ik daarbij zeggen is dat ik die ook met het blote oog waarschijnlijk wel gezien had. Het voordeel van de warmtebeeldcamera was dat ik ze net wat eerder zag, waardoor je dus al van een grotere afstand ze waar kon nemen en kon zeggen, oké, er loopt daar iets. Het voordeel was ook is dat ik door de warmtebeeldcamera heel snel door had hoeveel het er waren, omdat ik gewoon heel mooi de oplichtende puntjes kon tellen. En omdat het een beetje een mistige ochtend was, de hertenbruin, de heidebruin vallen ze dan wat minder op en nu kon ik wel heel snel zien hoeveel het er waren. Dus daar heeft hij me ook zeker geholpen. In de toekomst verwacht ik ook nog veel plezier ervan te hebben. Met name als het gaat om aanzitten en wachten vanaf een bepaalde locatie. Omdat je daarmee constant de omgeving in de gaten kan houden en ook makkelijker uit bijvoorbeeld bosranden op kan pikken. Of daar bijvoorbeeld een ree vandaan komt of misschien ander wild. Dus daar is het een heel fijn hulpmiddel voor. Maar natuurlijk heeft hij ook zijn beperkingen.
Ja, want het klinkt natuurlijk heel mooi. Hè? Je kan alles waarnemen, je ziet alles direct. Maar er zijn uiteraard ook dingen waarvan ik denk van... ja, dat is wel goed om te weten als je overweegt om er misschien een aan te schaffen. Het eerste, dat is namelijk dat hij warmte oppakt. Wat heel logisch is, maar tegelijkertijd wat me direct al opviel toen ik de bokjes ging zoeken. Hij pakt de warmte van objecten op. En dus viel het mij op dat er stonden er heel veel dode bloemen met zwarte kopjes. Als de zon op die uitgebloeide bloemen ging schijnen, dat was zwart, dat warmt heel snel op. Dus die begonnen op te lichten. Dus daarmee kan je het idee krijgen dat je zit te kijken naar een dier, terwijl dat niet het geval was. Dus dat was constant schakelen van wat zie ik nu en is het ook daadwerkelijk iets waar ik naar op zoek ben of is het toch wat anders? Het tweede punt is dat het infrarood werkt heel goed, maar diepte zien is best wel moeilijk. Dus je bent constant, als je er doorheen kijkt, dan sta je weer zo te turen. Ben je weer aan het herijken van oké, waar zit het nou precies? Staan er bijvoorbeeld twee bomen voor? Is het daar nou voor of achter? Dus dat is soms nog wel ingewikkeld als je er doorheen kijkt. Je bent wel constant aan het schakelen van zit ik naar het goede te kijken? En derde punt, dat hangt vooral samen met mijn werkwijze eigenlijk. Ik loop natuurlijk veel als ik video's maak. En wat je wel merkt is dat lopen en door de warmtebeeldcamera kijken zo... ja, dat is niet echt een handige combinatie. Je hebt namelijk constant één oog afgedekt en het andere oog probeer je mee iets te zien. Dat is niet heel lekker. Dus je moet echt bewust stil gaan staan, scannen en weer doorlopen. Andere ervaring die ik heb is ook, is doordat je heel eendimensionaal door de warmtebeeldcamera kijkt, dat je soms kan missen wat er aan de andere kant in je zichtveld gebeurt. Zo heb ik al een paar keer gehad, dus dat je dan net de ene kant op staat te kijken, voorzichtig een beetje loopt en dat er aan de andere kant van het pad bijvoorbeeld een ree ligt, om maar wat te noemen. Ja, dat zijn momenten dat je je af kan vragen of je niet gewoon beter had kunnen kijken in plaats van puur vertrouwen op je warmtebeeldcamera. Leer je onderweg. Maar ik vond het toch wel goed om te benoemen. Ja, en dan eigenlijk de grote vraag. Is het nou echt een aanrader? Of blijft het gewoon een gadget? Persoonlijk vind ik het wel een fijne toevoeging aan mijn materiaal. Want het stelt me in staat om soorten die soms moeilijker te vinden zijn wel waar te nemen. En zeker ook wanneer je bijvoorbeeld ergens rustig gaat zitten en wachten totdat er wat langskomt, heb je hiermee wel een handig hulpmiddel om net wat meer te kunnen zien dan dat je misschien direct op het eerste zicht ziet. Je krijgt een extra laag als het ware. Heb je hem nou per se nodig als je bijvoorbeeld gaat fotograferen of gaat filmen? Dat denk ik ook weer niet. Het is een handige toevoeging, maar uiteindelijk moet je jezelf altijd afvragen, wil ik vooral waar kunnen nemen? Ja, dan kan het een toevoeging zijn. Wil je vooral fotograferen? Ja, dan is het een hulpstuk, maar het is nooit je einddoel. En zeker als je bijvoorbeeld een keuze moet maken tussen, nou ja, ga ik voor een warmtebeeldcamera of misschien toch voor een nieuwe lens of camera? Ja, dan zou je jezelf hardop af kunnen vragen van, wat wil ik nou eigenlijk het liefste? Ik vind het zeker niet zomaar een stomme gadget, absoluut niet, want het heeft me echt al wat opgebracht. Maar ja, of het nou iets is waarvoor je zelf naar de winkel moet rennen, daarvoor zou ik echt zeggen, ja, ga daar bij jezelf vooral na van wat zijn mijn mogelijkheden en wat zou ik nou graag willen. Nou, hopelijk heb je zo iets meer inzicht gekregen via deze video in hoe ik de warmtebeeldcamera gebruik, wat ik er fijn aan vind en waar ik soms ook nog tegenaan loop. En als je het nou een toffe video vond, vergeet dan zeker niet even een duimpje omhoog te doen en een reactie achter te laten. Ook als je nog vragen aan hebt over de warmtebeeldcamera. En als je nog niet geabonneerd bent, vergeet dat dan ook zeker niet te doen. Zie ik jou heel graag de volgende keer weer. Tot dan. Doei doei!